Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij Phasmophobia Challenge, de Scare Challenge doen. Hier staat de challenge, deze hebben we weer van Sane. En die zegt, doe de meeste ghost hunts en probeer dat zoveel te doen zonder dat je doodgaat. Dus wij moeten één van ons moeten overleven. Oh, is het... Oh, ik zat in jou man, jeetje. Dat is zo raar. Maar goed. Oké, Charles Anderson heet hij. Hij is andersom. Charles Anderson. Nee, andersom. Ach. Oh, heb je deze gekozen? Waarom heb je altijd deze map, man? Deze is intermediate. Ja, dat maakt het niet uit. Maar we hebben altijd deze map al gespeeld. Alsof we geen andere map kunnen spelen. Maar nou, ja, Charles Anderson. Kunnen we ook niet. Charles Anderson. Oh, ik kom meteen al deur, gemipmapmaker. Ik kan geen lamp aan. Oh, wacht. Druk op E in plaats van de muisknop. Ugh. Wat doe je? Die, die. Nee, dat hoeft Charles dan nu niet. Anderson, die, die. Zoek eerst die plek en daarna. Zeg dan maar iets. Dat is veel handiger, denk ik. Oké. Okay. En ja, ik weet dat we de scare challenge doen, maar dat is veel handiger dat we eerst die plek vinden. We moeten niet doodgaan. En ik denk dat jij die challenge beter dan mij kan doen. Want ik ga altijd dood bij een hunt. Oh, what the fuck is dit voor ruimte? Hey, heb jij het veldtoestel? Oh, nee. Nee. Niet? Oh. Laat maar dan. Zal ik de EMF hier er alvast doen? Ja, laat hij maar gewoon aan, ja. Ik doe het gewoon aan. Ik loop achter je aan. Dus, ik denk dat het naar beneden is, man. Want je hebt heel weinig naar beneden gekeken. Mm-hmm. En deze ruimte ziet er heel anders uit dan dat ik gewend ben. Ze hebben de map een beetje veranderd. Wacht hè. Dat was hier net 7 graden. En we kunnen verder hè. Niet best hier te zijn. Hij zit hier in de keuken. Hey, deze deur is ook open. Hey. Oké, ik heb hem gewoon gezet. Ik heb geen 1-1. Bijna... Ik heb geen 1-1 op EMF. Deze deur is ook open. Half. Oké. Is het hier? Ja, het is hier. Dus heb ik maar één streepje. Oh, wil je dat er... Oh, het is min. Echt? Ik zie... Oh, freezing temperatures. Ik heb al. Ja, dat zeg ik net. Het is min. Ja, dan hoef je toch geen ijskoude mond te hebben. Jeetje, man. Het is goed. Wat? Als het min is, dan krijg je sowieso freezing temperatures of zo. Ik heb even adem zien. Ja. Ik heb je even alleen gelaten trouwens, even een nieuwe spul halen. Nou, dankjewel. Heb die dingen hier al? Ook een bord, wat er. Huh? Kijk, reacts to everyone. Hoe heb ik een bord? Hoe kan ik een bord vasthouden? Hoe bedoel je? Charles Anderson. Hallo. Can you say something, Charles Anderson? Anderson. Charles Anderson. How old are you? Charles Anderson. Can you give me a water? Ik veel wat moet zeggen. Ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik iets een spiritbox heb. Charles Anderson, can you say something to me? Hello? Oh, wat? Die lampen knipperen ineens. Charles Anderson, can you say something to me? How old are you? What's your phone number? What's the weather? Oh, wacht, dat ga ik niet zeggen. Ik wil zeggen, what's the weather, maar... Dan in het Engels, maar dat is zo'n rot klank om te geven. What's the weather? Ja, dat weet ik. Maar ik vind de weather gewoon bekakt. Dat ook niet weather. Maar ja, in principe mogen we er zo lang over doen, maar we moeten gewoon de meeste ghosten hebben. Ja, dus goed uitschelden. Nee. Jawel. Dat is niet de bedoeling. Dat is wel. Hij zegt niet, scheld die monster uit. Hij zegt gewoon, je moet gewoon die ghost hunten. Ja, dan moet je hem uitschelden. Oh, wacht. Ik heb nog niet gekeken wat hij tegen iedereen of tegen alleen reageert. Nee, het is tegen iedereen. Ik had het al gelezen. Oh. Hey, ghost orbs. Hey. Oh, we hebben al 2. Yes. Mooi. Phantom, Yurai of Mir. Oké. Als het een ghost is die niet veel aanvalt, doen we gewoon deze, dan maken we deze gewoon af. En gaan we gewoon naar de tweede. Want
dan kunnen we net zo goed een andere ghost pakken. Als het demon is, moeten we hopen op een demon. Maar ik denk niet dat een demon meer kan zijn. Nee. Oh, ik zal even lezen wat, hoe heet het? Charles Olson. Can you react to me? Jurai Merfind. Can you call me? Jurai. Charles Olson. How old are you? Kan de spiritbox je bruid nog zijn? Je met 5 ghostwriting en spiritbox, ja. Hey, wil je de crucifix, alsjeblieft? Ik ga even, hoe heet dat? Kijken of ik nog mijn shit op kan halen. Maar kan de spiritbox nog zijn? Anders gewoon. Ja. Charles Anderson. How old are you? Zeg wanneer die ding omhoog gaat. Dan weet ik dat. Oh, is 3. Wat dan denk ik? Oh, 3. Hij is 3 gewoon. Oké. Als ik bij de boek ben, dan is het 3. Wat? Is die erin geschreven? Nee, maar als ik bij de boek ben, dan schiet hij 3 aan. Oké. Charles Anderson. Can you say something to me? Hallo? How old are you? Nee, gooi dan goed. Hé. Charles Anderson. Voor hem wel lopen. Can you say Def? Ja, ik krijg dat ook heel uit. Charles Anderson, can you say Def? Oh, wat? Can you say Def? Oh, wat? 4 of 3. Charles Anderson, can you say Def? Can you say something? Misschien een boek? We moeten even gaan burpen. Zal ik even kijken naar mijn... Nou, trouwens, ga ik niet doen. Gaat het lang duren. Ik zal wel even kijken naar de sanity. Charles Anderson. Oké, 2. Oh, what the fuck? Charles die sanity gaat snel. Sanity is 40%. Of 4%, 4. Nee, 40. Nee, maar dat is de 4 EMF, dat bedoel ik. Oh. Kijken, Jurai. Switch DBX. En dan... Charles Anderson. Wow, ik denk dat het een Jurai is. Oh, wat? Ik heb 5 EMF. Oké, kom maar terug dan. Oké, kom maar aan. Woe! Hebben we alles? Ghost of. Kom maar. EMF 5. Phantom? Oh. Ik heb echt een EMF. Okay. Hey, we hebben een Phantom. We hebben Danny Phantom gewonnen, jongens. Hey. Wacht, wat is zijn ding? Taking a photo of the Phantom will temporarily disappear. Looking at the Phantom will considerably drop your sanity. Phantom. Nou, dus of we hebben heel erg naar hem gekeken, of ja, niks. Looking at our... Wel constantly drop in vicinity. Oké. Zou we nou voor de hunts gaan? Of is dat niet slim? Nee. Oké, dan gaan we wel voor het tweede potje dan, hè? Want we moeten meer scared. We hebben geen 1 scared ding gedaan. Ah, deze was wel heel snel. Oké, dames en heren. We gaan nu voor het tweede potje. George Davis. Ik ben in mijn eentje, dus Roy doet niet meer mee. Hij had geen zin meer, dus dan doe ik het wel in mijn eentje. Dus dat maakt niet heel veel uit. Ik denk dat er dan ook veel meer wordt gejaagd, want dat was ook de vorige keer. Ik werd echt flink gejaagd. Dertien, zestien, dertien, vijftien, dertien, oké. 14, 13, 13,4, 17. En eerst hier kijken. Een hoop. 16, 15. Oké, hier komt hij ook niet. Ik
ga een keer in mijn eentje proberen de ding. De ghost hunting te doen. Ik ben zelf ook heel, ik ben zelf heel slecht in ghost hunting, maar ik ben ook level 9. Dus ik moet ook nog heel veel leren van deze game. Ik speel dit niet elke dag. Maar dat, dat maakt niet uit. We gaan ons best doen. 13, 12. Oh, Ouija board, daar kan je ook iets mee doen, volgens mij. Maar ik begrijp niet wat je daar moet doen. Dus dan gaan we gewoon verder. We gaan ons niet... Oh, ik zeg niet dat de kelder is. 14, 16, 14. Nee, 13. Nee, het is niet de kelder. 11. Wat? Ik zag net 11. Nee, nu is het in één keer veranderd. Oh, wat? Hij valt gelijk aan, joh. 13. Even kijken. 16, 14. Hij moet hier heerlijk bij zijn, maar waar? 16, 15. Nee, hier is hij ook niet. 14. 14,1. 13. Ik krijg hem niet lager. 13,1, 14. 13. Oh, dit is echt heel vervelend. Hij is overal nergens. De thermometer werkt niet echt. Oké. Dan 13,1. 14. Oké. Dan gaat het een hele moeilijke worden dit. Percent is 94%. Wat? Oké, dan moet... De naam is... George Dave Gravis. Ik heb al een plek gevonden met minder dan 10 Celsius. Hoe dan? Ik heb heel slecht onderzoek gedaan. 13. 14. 15. 15, 16, 14, 13, 16. Ik ga gewoon heel dat tellen. 15, 13, 14, 13, 14, 16, 14, 11. Ja, yeah, dat moet zijn. Oké. Okay. Ja, ik ga ook even iets anders pakken. Maar ik heb geen crucifix gepakt. Dat is wel een beetje een probleem. Ik moet hard rennen. George. Well. Hij speelt echt enorm met mij. George Davis. Baby George. EOS 2. EMF. D. Hoe doe je dat ook weer? Oh, F. Oké, yes. Dan gaan we dan weer verder. Oké.
Hey, hallo. F, yes. Oh, hij is echt met mij aan het spelen, jongen, niet normaal. George Davis, can you hear me? How old are you, George Davis? George Davis, can you say something? George Davis? How old are you, George Davis? Can you hear me? Give me a sign, George Davis. George Davis, can you say something? George Davis, say hello. Say hello, George Davis. Davis, hello, George Davis. Can you hear me? Say something. George Davis, say hello. George Davis, can you say something? Oh, hij wil me niet hunten. Echt zo vervelend, jongen. Ik probeer echt heel wat iets te doen. Ik probeer tenminste voor minimaal eentje één hunt te gaan. Ghost Davis, can you say something? Ghost Davis, can you say something? George Davis, can you say something? Hello? Can you hear me? How old are you? Can you say deaf? Can you say something to me? How old are you? George Davis. George Davis. Give me a sign. George Davis, can you say something? Hello? Can you say hello? George Davis, can you say hello? Hey. Oh, what a bone. Kak. Ik moet even een fotocamera hebben. Oké. Okay. George Davis. Wat? Hier nogal. Ik heb gehoord dat hier ook iets is. Nee, hier is ook niks. Moet daar echt iets zijn? George Davis. Davis George. Okay. Hij is nu 6,4. Ik ga de thermometer hier laten. En dan ga ik de ding weer pakken. Het kan nog echt heel veel zijn. Maar het is geen ghost freezing. Oh ja, freezing temperatures. Dat is dat in ieder geval niet. Can you say... Oké, yes. Oeh. Is hij adult? Ik zei, KFC zong niet toen meer, hij zei adult. Oké, okay, dankjewel. De spirit box.
Ghost Orb, Spirit Box, wat kan het zijn? Poltergeist, Mare. Ik heb nooit een Poltergeist gehad. Poltergeist. One of the famous ghosts are Poltergeist, also known the Noisy Ghost. Can really pit. Poltergeist can throw huge amounts of your pit at once. Oh, ik wil die keer hebben. Wat voor Poltergeist moet fingerprints hebben? Ik ga iets anders pakken. Ik ga nu UV licht pakken. Misschien UV licht. Oh yes. Ik heb hem gevonden. Jongens. Het is een fingerprint. Het is een fingerprint. Dus het is een poltergeist. Oké, ik ga mijn best doen, jongens. Ja, 3 rondjes rennen. Oké, daar gaat hij dan. 1. 2. Wacht, dit is 2. Dit is het 2e rondje. Even kijken. 3. Kom op. Bam aan. Ook al vind ik dat niet leuk. Er is zout. Yes. Dat is 2. Ik ben wel staan te redden. Ga je dampers aanvallen? Of vallen de poltergeisten niet aan? Is dat het? Ik probeer echt mijn best, jongens, maar echt, hij wil me niet aanvallen. Hij wil me niet aanvallen. Ik ga nog 1 keer 3 rondjes rennen. En als hij dan niet doet, niks doet. Dan, ja, sorry jongens, dan kan ik niet veel doen. Oké, ik ga weer 3 rondjes rennen. Ik wil dat die deur open ligt, deze deur. Op. Oh, wat een plaag is dit. Kijk hoeveel rondjes ik moet lopen. Kom op. Ik ga weer een ander rondje lopen, misschien weet ik dat. Ik heb echt geen idee, jongens, maar ik wil echt doe echt mijn best. Gaat hij me nu de deur dicht doen? Dat is misschien een idee. Nee. Hij wil me niet aanvallen, jongens. Ik doe echt mijn best. Ik heb echt 10 rondjes achter die dingen gedaan, maar hij valt me niet aan. Hij wil me niet aanvallen. Hij zegt in mijn eentje, ik heb zoveel dingen gevraagd, zoveel dingen gezegd, maar helaas moet ik de challenge dan afkappen en ben ik maar gedisqualificeerd. Maar echt, ik doe echt mijn best, maar hij wil me niet aanvallen. Ik heb al 2 evidence, bone en die zout. Alleen die zout, dat geeft hij niet aan ofzo. Het is toch overduidelijk dat die oude zout is gelopen? Maar ja, dan helaas jongens, dan moet ik het maar afkappen. Oh, ervaar ik maar de challenge, maar ik kan er ook niet veel aan doen. De ghost wil me niet aanvallen. Poltergeist? Ja, maar. Ik heb 50 money.
Dat is wel mooi. Maar goed, jongens. Challenge is gefaald. De reden. Ik ga deze challenge ook niet meer doen. Want sommige challenges wil ik weer opnieuw proberen. Maar bij deze challenge, ik doe echt mijn best. Ik ben echt 10 keer achter die... gewoon bijna 10 rondjes achter elkaar gelopen op een plek. Normaal gesproken zou een ghost al lang gehunt hebben. En sowieso iets gedaan hebben. Maar een poltergeist, die hunt of zo niet. Die hunt me niet. Ja, anders zou die maar lang... Maar vond je de video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Hier rechts kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Hieronder zie je de volgende video van... Phasmophobia. En dan zeg ik nog één ding. En dat is... Doei!